twee lege stoeltjes ertussen stroomde het Musis vol. De show is in aangepaste vorm opgevoerd. 700 mensen destijds de veerkracht hadden om mee te spelen in dit theaterspektakel. Arnhem, de parel van de Veluwezoom. Dit zijn de weinige foto's van de voorstelling toen. 16.000 bezoekers kwamen toen op de voorstellingen af, waaronder prinses Juliana. Na de voorstellingen raakte het bladmuziek kwijt. Een paar jaar terug dachten wij van 75 jaar herdenking van de Slag om Arnhem. Misschien is het een idee om hier eens naar te gaan zoeken. En toen ben ik uitgebreid gaan zoeken. En er zat geen titelblad omheen. En iemand heeft het toen op een gegeven moment opgezet op het puin met een vraagteken. Maar nu kunnen we daar dus een uitroepteken van maken. Je moet je voorstellen dat een enorme groep mensen daar rond die Eusebiuskerk heeft gestaan. En daar is dat stuk uitgevoerd in de open lucht. Met een veel groter ensemble natuurlijk dan nu. Dus ik vond het wel indrukwekkend. En zo zijn er nog een aantal mensen in de zaal die zich dat nog goed kunnen herinneren. Ja, dat raakt me. Ik heb er aan meegedaan. Ik zat bij die jongeren, 11 jaar. Zeg maar. En die muziek die voordat dit kwam, wist ik het nog precies te herinneren. Ik kon het zelfs zingen, voor zover ik zingen kan. De dochter van de schrijfster was er op de avond dat Juliana er was. Toen het werd opgevoerd, dat was in 1946, toen was ik net 8. Juliana was er toen, die was nog prinses. En ze was op kaplaarzen, dat weet ik ook nog. Juliana dan, hè? Van mijn moeder weet ik dat niet meer. Op bevrijdingsdag 2021 gaat het stuk in een nieuw jasje opnieuw opgevoerd worden rondom de Eusebiuskerk.